Hey, ik ben Anthony van Guitar Training Studio. In deze video zullen we het hebben over een klein akkoordentrucje die je kunt gebruiken, hanteren, om je akkoorden mooier te doen klinken. En dat is eigenlijk een heel klein trucje die echt wel goed ineen zit, één keer dat lukt, om in je gitaarspel te integreren, waarmee dat je eigenlijk je akkoorden zo wat kan opvrolijken. Dus ik ga hier bijvoorbeeld een A7 akkoord spelen. En als je dat akkoord niet kent, die staat ook in het gratis te downloaden bluesgitaar e-book die je vindt op gitaarles.be. Als je die download nog niet hebt, eventjes naar de website gaan, gitaarles.be. En dan heb je eigenlijk de tablatuur van dit akkoord. Nu, basically is dat gewoon een akkoord, een A-akkoord, die ik met mijn wijsvinger neem. En dan gaan we ook de G-noot meenemen. Ik speel hem hier met mijn ringvinger op de hoge E-snaar, omdat we heel vaak dan dit akkoord gaan opvrolijken met allerlei licks waarvoor dat we beter die ringvinger hier nodig hebben. Dus ik zou hier niet de middelvinger gebruiken, maar de ringvinger voor die hoge G-noot te nemen, hier op de hoge E-snaar. En dat is eigenlijk het A7 akkoordje die we heel vaak in blues nummers tegenkomen. En deze zullen we gebruiken als voorbeeld om dit akkoordentrucje eigenlijk uit de doeken te doen. En het is gebaseerd, het trucje, op een simpele slide. We gaan eigenlijk in het akkoord sliden, zo gezegd. Wat wil in het akkoord sliden zeggen? Ik ga eigenlijk ons A7 akkoord nu nemen, maar in plaats dan hier aan de tweede fret, zoals dat we normaal een A akkoord zouden, nu met de wijsvinger natuurlijk, op de tweede fret spelen, dan gaan we dat in plaats dan, zoals normaal, een vakje vroeger inzetten, dit akkoord. En van dit vakje vroeger gaan we eigenlijk in het akkoord gaan sliden. Dat wil ook zeggen dat je een beetje je gevoel moet gebruiken voor hoe snel we precies die slide gaan spelen. Want stel voor dat we dit spelen. Dan wordt er wel heel veel dissonantie opgewekt voor een lange tijd. En dat kan zijn dat dat de sound is waar je op zoek naar bent. Maar meestal willen we dit gaan doen. En redelijk direct eigenlijk dit deze akkoorden slide, zeg maar, gaan toepassen. Dat kan perfect op het einde van een bluesnummerke zijn dat we zoiets tegenkomen. En dat wordt eigenlijk ook heel vaak in barré gespeeld. En zo'n akkoorden slide kunnen we eigenlijk op ieder akkoord gaan toepassen die ons dat toelaat om te doen. Bijvoorbeeld akkoorden in barré of akkoorden die hoger op de hals liggen al. Je kunt dat doen als een soort van versiering in ons gitaarspel. Om dat verschillende keren eigenlijk te gaan doen per akkoord. We kunnen dat gewoon één keer ook doen aan het begin van een akkoord. Dat kan eigenlijk ook perfect. En dat zijn eigenlijk simpele zaken die je wel veel doen voor ons gitaarspel. Maar als je dan bijvoorbeeld het bluesgitaar e-book die ik net vermeld heb, dan zie je dat we niet enkel kunnen wat blues spelen met eigenlijk het A7 akkoord, maar ook eigenlijk met zo van die refjes in de key of A. En dat klinkt dan zo. Zonder de chord slide zou het dan minder versierd klinken. Dus dat is eigenlijk een fraseringselement om je ritmespel rijker gevuld te maken. Dus dat is de chord slide. Als je de video leuk vindt, zeker even een commentje laten of subscriben op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dan krijg je al de laatste video's hier op YouTube en je homefeed te zien. En zoals voorheen gezegd, neem ook even kijken op de website gitaarles.be. Daar vind je eigenlijk verschillende gratis te downloaden e-books. Zoals het bluesgitaar e-book voor de basis eigenlijk te leren van de akkoordshapes en alles wat je nodig hebt om blues te spelen.